Regelmatig krijg ik berichtjes op mijn mailbox van de Facebook. Dat is dan een persoonlijke ding en daar kunnen mensen allemaal berichtjes achterlaten en schrijven wat ze zelf willen, wat ze dan niet per se ook op Facebook willen hebben staan. Meestal hou ik dat gewoon voor mezelf en ik lees die berichten en ik geef die mensen wel persoonlijk antwoord. Maar in dit geval kreeg ik er twee binnen. Ja, en die raakten me toch wel. Ik kreeg dan zo'n mailtje van Ilona. En Ilona die schrijft aan mij: ja Harry, je hebt het wel over saamhorigheid en positiviteit en noem het allemaal maar op. Maar vergeet niet, er is ook heel veel agressie in Nederland. Zij kwam daar tegen toen ze boodschappen ging doen met haar autistische zoontje. Ja, ze stond dus de boodschappen weer in de tas te doen, Ilona zo. En ze kijkt op en ze ziet dat haar zoontje tegenover haar op een muurtje loopt. Er komen twee mensen aan de zijkant. En eigenlijk moeten die mensen dus tussen haar en haar zoontje door. En zij denkt, nou laten we dat maar even niet doen. Dus zij roept haar zoontje even bij zich en zegt, kom maar even bij mama staan en dan laten we die mensen voorbij gaan. En toen kreeg ze een reactie van, nou, die ga ik even niet herhalen hier, want het is werkelijk ook voor mij te grof voor woorden. Dus ik laat hem je even zien en dan lees je maar even mee. En dat kreeg ze naar de hoofd geslingerd. Nou, ze was gewoon helemaal perplex en aangeslagen. Haar zoontje ook. En ze heeft gewoon een paar keer heel erg diep adem gehaald en gedacht bij zichzelf, laat maar gaan. Dat is heel verstandig, die reactie, Ilona. Maar het geeft aan hoe gespannen de situatie is in Nederland en hoe onverdraagzaam we zijn op dit moment. En dan kreeg ik een mailtje van Benny. Ja, Benny die zit op de auto, op de wagen van de Medium Care Ambulance in Amsterdam. Benny rijdt dus op de ambulance. Dag in, dag uit. En die wilde mij via zijn mailtje laten weten, Harry, wij doen wel mee. Ik bedoel, met de hashtag van ik doe niet mee. En daar irriteerde hij zich mateloos aan. Hij zei, want de cijfers lopen op van de corona. En wij zien dat terug bij ons in de ambulance. Want we rijden steeds meer patiënten met corona heen en weer naar het ziekenhuis. Dus wij weten hoe het zit. En hij stuurde ook een foto mee. En dan zie je hun staan met de pakken voor die ambulance. En hij zei, ja, dat is bijna niet vol te houden, want je zweet je rot in die dingen, enzovoort, enzovoort. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat zijn de verhalen over corona, van Ilona en van Benny. En Benny eindigt dan ook met een aardig woord. Hij zegt, blijf die positiviteit doen en ga door, Harry. Hey Benny, dat ga ik zeker doen.